Ik moet toch die kaart halen voor Jan van Dam. Ja. Ja, mijn meisje. Ze is zo tenger. Ze is zo tenger. Hé, onze eeuwen. Een goede, hele goede morgen. Ja. Het is vandaag een maandag. 25 november. En we leven om 11 uur 36. Ik ben nog al heel geruime tijd eruit. Want ook Jack van Zerelo is net de deur uit. Wow. En voor die tijd ben ik al aan het werk geweest. Ik heb lopen te slepen. Al die boxen die hier stonden heb ik dus alweer naar boven gebracht. Dus het is weer leeg. Ja. En dan na 5 december, dan komt er weer het een en het ander beneden, zodat de kerstboom kan plaatsen. Ja. Maar oké, ik wens jullie ook een welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, van Corina en de Beestenboel. Het blijft de Beestenboel. Ja. Want we krijgen een nieuw hondje. Ja. En ik had dat hondje, ik had haar een naam al gegeven. Het is een zij, het is een vrouwtje, het is een schatje. Ik had er al een naam gegeven, maar die kon ik zelf niet onthouden. Als jij die naam niet kan onthouden, moet je het ook die naam niet geven, want dan past dat ook niet bij dat hondje. Ik heb een andere mooie naam gevonden. Past ook beter bij Eowyn en Gandalf en nou ja, Frodo, Gimli, noem maar op. Past het veel beter bij enkel, het is niet een naam uit The Lord of the Rings, nee. Dat kon helaas niet, want er waren er nog maar een paar en die waren te lang en te moeilijk. Ik heb voor Rijka gekozen. Ja. Het heeft twee betekenissen. En de ene betekenis, ik heb het namelijk het woordje zwervertje bij Google vertalen neergezet onder de Nederlands. Toen ben ik met andere talen gaan kijken van... Hoe spreek je het uit in een andere taal en hoe heet het dan? Toen kwam ik bij IJsland terecht. En daar stond Rijka. Karen en Roderick, die hebben waarschijnlijk onder de namen gezocht. En dat heb ik later ook gedaan. In het Japans betekent dat een mooie bloem. Want Rijka is ook een naam, hè? Dus een mooie bloem. Dus het is een zwervertje geweest. Krijgt de gouden mand bij mij. En het zwerfje bloeit op tot een mooie bloem. Hoe mooi is dat? Ja toch? Is toch mooi gezegd? Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. En ik hoop ook dat ze het na de zin zullen hebben. Want het gaat eerst eventjes een weekje, geloof ik, naar Karen en Roderick toe. En daarna komt ze gezellig bij mij. Ja, maar ze komt ook donderdag al hier naartoe. Dan moet ik even kijken. Donderdag, de 28e geloof ik dat is. Even kijken hoor. Even kijken. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Ik heb het net nog wel gezien, maar ik weet het al niet meer. Ja, donderdag is de 28e. Dan komt ze al naar Nederland toe. En dan haalt Karen en Roderick haar op. En dat weekend. Dus 30 november of 1 december. Komen ze hier naartoe, kennis maken en even dollen en even met de scootmobiel weg. Kan ze bij mij op het vloertje zitten, dat wil ik aanleren. En er ook naast lopen, bij mij aangetuigd, dat ze meeloopt. En dat als ik zeg van nou, dan ga je op mijn vloertje zitten, want ik wil harder. Dat ze dat dan ook doet, weet je. Dat zie je zo vaak gebeuren met die... hulphond, ik wil haar echt meer een hulphondje van maken. Ik wil ook niet hebben dat een ander haar gaat aaien. Ik ga dat ook met Karin bespreken nog. Ja, dat eerst maar vragen van mag ik er aaien? En niet zo klakloos gaan aaien. Nee, daar hou ik niet van. Stel je voor dat het een andermans hondje, dat was Frodo ook. Maar dat was die al, die was eigenlijk al verpest doordat er gaat. Als ik die ergens buiten had vastgebonden bij een winkel voor omdat ik boodschappen moest doen, dan hadden ze die heel makkelijk kunnen stelen.
Nou, dat is het probleem, dat wil ik niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik ben daar gewoon heel blij en gelukkig mee. En ik ga er gewoon een hulphondje van proberen te krijgen. En dat zal ik even tegen Karin vertellen. En het komt allemaal goed. En Lady van Karin, die doet ook dingen voor haar. Die kan bij wijze van spreken de deur openen van het gebouw daar. En haar eigen deuren in de flat. Dus ja, waarom... zij is natuurlijk wat kleiner. Ik weet niet of ze bij een deurkruk zou kunnen komen. Maar het zou wel ideaal zijn. Vooral als je je handen vol hebt. En ik met mijn stok loop. Ja, Rijka, doe de deur eens even open. Ja. Maar oké, dat merken we dan wel weer. En het komt allemaal wel goed. Ik wil haar dus mee kunnen nemen. Overal naartoe waar het mag en kan. Ook in een trein. En ik moet er ook thuis kunnen laten, zoals met boodschappen doen, want dan heb ik mijn vloertje ook nodig voor die tas. Dus ja, dat kan het niet, hè, weet je. Maar dan moet ze thuis kunnen blijven. Nou, dat komt allemaal wel goed. En voor de rest zou ik zeggen, geniet van jullie dag. Hier is het grijs, grauw en dicht. Het is een hele kleine wereld, want het is mistig. Ja, niks aan. Met dit weer ga ik niet naar buiten met mijn COPD. Ik moet eerst opklaren voordat ik naar buiten ga vanmiddag. Want ik moet ook nog een kaart kopen voor onze Jan van Dam. Want die is de 27e jarig. Voor mij een dubbele dag. Hoezo een dubbele dag, denk je dan? Dan is mijn schoonmoeder 2 jaar weg. Ja. Maar oké, ik ga nu weer sluiten, want ik wil mijn koffie even opdrinken. En even iets voor mezelf, want ik wil even mijn spel bijwerken. Daarna, ik ga langzamerhand weer wat doen, zoals mijn bureau moet schoongemaakt worden. Nou, de tafel, dat is nog een troep, maar leg ik kaarten klaar om geschreven te worden. Nou, dat ga ik dus ook... binnenkort doen. En als dat klaar is, dan kan ik de tafel ook opruimen heen gaan. En dan komt dat ook goed. Ik kan sowieso de bruidsboeket van Karin al naar boven brengen. En die pot die daar staat met bloem erop, kan naar boven toe. Bruidsboeket van Karin kan naar boven toe. Ja, tafelen verder leeg halen. En dan, het kleed, dat is echt smerig. Wil je niet weten? En dan komt er een kerstkleed op. Eerst een plastieke, want ik heb nou een lentekleed erop. Ja, van de lente, met allemaal blommetjes. Nou, deze is zo smerig als wat. Kijk maar, helemaal bruin. Maar dat doet er allemaal niet toe. De wasmachine is er goed voor. En dan gaat dit eraf en ik heb in mijn keukenlaar, dat ligt hier altijd in, dat kleed. Die moet je wel willen. Nou, daar heb ik er 2 leggen. Ik kan er nou niet bij, want dan moet je de hele la weer leeg. Maar ja, laat ik jullie dan wel zien. Simpel. Ja toch? Ja. Nou, lieve vrienden. Ze zeggen het later. Ja, lieve vrienden, doei, doei. Ik moet er vandoor, ondanks dat het nog steeds eigenlijk mistig is. Is niet goed weer voor mij, maar ik moet toch die kaart halen voor Jan van Dam. Ja, ik ben druk bezig geweest ook met kaarten schrijven. Voor de kerst in ieder geval al. Ik ben nog niet klaar hoor, nog lang niet. Ik heb ook het plekje van mijn mannetje en mijn schoonmoedertje en mijn poezebeestje en mijn hondje schoongemaakt en een kerstkleedje erop. Dus die zit ook een beetje in de kerstsfeer, daar in de hemel. Dat is mijn schoonmoedertje, dat is Arwen, dat is Frodo en dat is mijn mannetje. Ja, dus dan, ik hoop dat jullie dat zagen, dat moet toch haast wel. Ja, dat dacht ik wel en dan doen we het gewoon opnieuw. En dan gericht daarop. Ja, dan kan ik het zelf ook zien. En nu zeg ik tot straks maar weer als ik weer thuis ben. Ja,
Lopen mensen voor mijn ramen langs en die zitten te koekeloeren. Nou ja, laat maar mooi koekeloeren. Ja toch? Ze zeggen tot later. Ja, lieve vriend, ik zit maar even in de keuken. Ja, dat lijkt me een strakker plan dan in de woonkamer, want daar is het donkerder. Ik heb hier even een lampje aan. Ik ben dus weer thuis. Kaart is op de post voor Jan, dus die kunnen me morgen of overmorgen verwachten. Het is voor 5 nog gedaan, dus hij heeft hem een dag voor zijn verjaardag. Punt. Ik ga zo meteen die trap nog even in de schuur brengen. Ja. En ik ga toch een poging wagen om de eettafel op te ruimen. Maar ik ben ook bek af, dus of het me lukken gaat, weet ik niet. Maar ik wil wel sowieso die trap even de kamer uit hebben. Weer op zijn plekje in de schuur. Ja, ik heb hem pas nodig als ik de kerstboom op ga tuigen. Wat gebeurt er hier? Oh, moet ze proesten. Oh, ze moest proesten. Ja, kom dan. Kom dan. Ja, mijn meisje, ze is zo tenger, ze is zo tenger. Hé, onze Eeuwin. Ja, wat is dat allemaal? Hé? Doe maar schat. Ja, maar in ieder geval, het trekt weer dicht. Ik zie nog wel verderop de huizen staan, maar die staan drie straten of zoiets verderop. Die zie ik hier vandaan staan. Dat zijn hoge huizen. Dus dat steekt weer over de normale woningen heen. Die zie ik dus wel. Maar vanochtend, dat het mistig was, zag ik ze niet. En nou gaat het weer die kant op. Dat ik ze niet kan zien. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga dus die trap opruimen en de tafel opruimen. Ik heb trouwens weer medicijnen gehad. En je raadt nooit niet welke. Ja, inderdaad, weer diezelfde troep die ik al heb. Codeïne fosfaat. Dan word ik zo boos, hè? Maar ja, wat moet ik ermee? Ik bedoel, ik heb nog 2 doosjes leggen. En dan weer 2 doosjes erbij. Jongen, nog aan toe. Maar ja, oké. Misschien dat het overgaat. Ik hoop het zo. Ja, meisje. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. En voor straks smakelijk eten. En voor daarna natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond toegewenst. En voor weer veel later zou ik zeggen, alvast welterusten. Slaap lekker, met de mooiste dromen. En uiteraard morgen weer gezond op doen staan. Ik weet niet of ik nog een retour kom om de tafel te laten zien. Ik leg er helemaal aan of ik het ook wel doe. Omdat ik back-up ben. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik kom toch nog maar even retour. Ja, ondanks dat ik back-up ben, heb ik het toch gefixt. Dat ook de eettafel is keurig netjes in kerstsfeer. Helemaal alles schoongemaakt. Ja, nou ja, dat is gewoon mijn man's plekje samen met zijn moedertje. Die blijft daar gewoon op ten alle tijden staan. Die horen er ook bij. Ja, simpel zat. En hij zat altijd 9 van de 10 keer aan tafel of hij zat op de bank. Dus ja. Samen met Frodo. En nou staat hij daar. Nou, dat neemt niet zoveel ruimte in beslag als een mens, hè? Ja. Maar oké. Plantje heb ik in dit huisje gedaan. Dat is een... zat ooit chocolaatjes in. Nou, dat is zonde om het weg te gooien. Je kunt het altijd voor sier gebruiken. Ja, toppie toch. Geweldig. Nou, dat dingetje heb ik eens een keer voor Karin gekregen. Ook leuk. Die kaars die daar brandt werkt op batterijen, maar dat is een rot ding. Want ik kreeg hem amper met moeite en pijn aan. Ja, nieuwe batterijen erin. Maar daar van binnenin zit het daar niet goed. Maar ja, maakt niet uit. De keuken is natuurlijk logisch een bende. Karin de bruidsboeket moet nog even omhoog. Ik heb nog wat parfumflesjes. Nou, morgen nog een dag, toch?
Ik ga nou zo meteen even zien, waar is ze nou? Kikkeboe. Hi meisje. Dag mijn prinsesje. Die loopt al meer dan een uur te brullen om eten, terwijl ze... hoe laat is nu? Ja, nu eigenlijk voor hun een beetje etenstijd wordt. En Karl-Rolf is buiten, dus die gaan we zo meteen eerst even erbij roepen. Ja, kijken of die binnen wilt komen. En het is in ene helder, opgeklaard. Ja, het is allemaal buiten helder geworden. Ook zie ik de kerk weer. Ja, nou niet door al mijn eigen verlichting, zie ik hem niet eens. Maar ze verkoekeloeren. Ja, ik zie hem, jij lekker niet. Oh, oh. En daar was Gandalf ook. Ah, daar was Gandalf ook gelijk. Rennen. Kom je er ook gelijk niet meer uit, want anders zit ik weer net van de week. Hé? Gandalf. Hallootjes. Kan koffie. Oh, jammer. Hé? Potverdikkie, je koud in buiten. Potverdikkie nou. Is koud buiten deur. Hé? Hé, is koud buiten deur of niet dan? Maar oké, ja, ook ik heb zin in een bakje koffie, dus we gaan, wat is er? Nee, je kan nou niet, je wil er een op schoot komen. Kom tussen mijn benen omhoog. Gaat nou niet, kereltje. Nee, dat gaat niet. Je wilt toch eten? Hé? Oh ja, wat zijn we liefjes, hè? Oh, jammer. Oh, wat zijn we liefjes. Je nageltjes inhouden. Oei. Nou, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond en tot de volgende ronde.